Jongens, welkom bij de Tom en Peters van het Coffee Show. De show van Hot en Koffie. En... nu gaat weer iedereen heel gefascineerd naar mijn moedervlek kijken. Moet ik koffie voor je halen? Ja. Graag. Oh, ben Michael tegenwoordig, nieuw stagiair. Michael, wil je koffie? Hij komt binnenkort in de vlog. Michael's nieuw stagiair. Die is vandaag begonnen. Hij loopt nu even in beeld. En er komt waarschijnlijk nu een knipje. Zijn eerste activiteit is gewoon koffie halen. Nee, hij heeft net ook al... Op minder dan wat in te kunnen zitten. Ja. Dat vindt Tom lekker. En ik zie Thanks Michael. Ja. Namens Tom ook. Ja. Hey Joep Klinkenberg, leuk dat je een account hebt aangemaakt van Gamester.nl. Eén post. Oh ja. Daar geeft hij als. Vorige week hadden we het over filmgames. Daar gaf hij als tip die Stick of Truth. Super. Klopt inderdaad. Niet echt meer een serie game, maar inderdaad wel echt de embodiment van de serie in een game. Quick, get up there and disarm the snook. Hurry! Oh, be careful. I might have also put some bats up there the other night. South Park, heerlijk. Beefcake, Mark zegt, Peter, sinds wanneer heb jij zo'n Mario Spider-Man pakkie? Heb je me niks over verteld? You never asked. Ik vond het leuk, jongen. Ik heb gewoon voor werk porno gedaan. Ja, man. Serieus. Hij heeft vorige week porno gekeken. Ja, ik moest het echt gewoon rippen van porno. Ja, ik zei nog niet daarin. Oh, dat filmpje heb ik wel ergens HD ergens staan, toevallig. En er wordt heel veel, nou niet heel veel. Er zijn mensen die reageren op je kapsel. Er zijn inderdaad heel veel mensen zeggen fresher kapsel. Maar ik vond toevallig, niet omdat het mijn vriendin is, maar we vroegen natuurlijk ook welke films zijn goed ter vergamen. Jessica kwam met fucking Firefly. En dat zou serieus een super... Ze heeft helemaal beschreven hoe ze de game zou willen zien. Dat je zelf een Firefly hebt, ja. Dat je reist door het universum. Ik dacht, dat is inderdaad ook wel vet. Dit is duidelijk een voortrekken voor je vriendin. Want als je gewoon alles wat Firefly schoonvangt door de Millennium Falcon, heb je nog een vettere game. Great kid, don't get cocky. Daar is wel een punt, maar die game was er al een soort van. Vroeger. Ja. X-Wing Alliance, maar er moet wel iets nieuws komen. Was dope, ja. Een nieuwe week, een nieuwe stelling. En ik heb de stelling al gezien. Ja, heb je gewoon gespiekt, jongen? Ik heb gespiekt. Ik wil je verrassen. Een hele moeilijke stelling. Oké, we halen hem wel uit. Ik vond het een hele opvallende stelling. Hij is vaker langsgekomen. Mensen, en er zijn ook echt mensen, ja, dit zou ik ook wel eens een keer behandeld willen zien in de Hot Coffee Show. Hij is namelijk van Mattioza op Gamersnet. En hij zegt... Er moeten gameopleidingsdagen komen voor gamejournalisten. En dan tussen haakjes voegt hij daaraan toe... Dat Peter. Mensen, vooral Peter, daar wordt dan aan toegevoegd dat mensen minstens de basis leren kennen van games dat niet meteen in hun straatje past en een beetje de geschiedenis van games voor de jongere gamejournalisten. Dus het is een soort van algemene opleiding voor mensen zoals wij zijn, zodat ze een basis hebben en mee kunnen praten over alles wat er in de game-industrie behandeld wordt en aan nieuws voorbij komt en dat Peter en ik niet... klinkklare onzin lopen te verkopen hier. Wat wel eens gebeurt. Wat regelmatig gebeurt. Jij nog in Gamersnet in 1 minuut vorige week. Ja, dat was een fout. Ja. Dat was al, nieuwtje was al lang debunked. Overal onder het nieuwtje was het debunked. En Peter zegt gewoon, ja, dat is een nieuwe Xbox in opkomst. Hello darkness, my old friend. Thanks, Mattioza. Bedankt. Maar ik zit natuurlijk nu wel in de hoek waar de klap bevallen. Want ik heb wel eens terecht de kritiek gehad op mensen dat ik meer een... I've come to talk with you again. Because a vision softly creeping. Entertainer ben dan een journalist. Ja, dat is een beetje het meest positieve van hoe je het kan noemen. Ja, andere mensen schelden. Weet je de RTL Boulevard van de Peter R. de Vries van de game-industrie. Hij schuift overal aan als je maar gewoon geld schuift. Goedenavond. Ik vind het wel heel moeilijk, want aan de ene kant heb je heel erg gelijk. En dat is namelijk dat van games die niet meteen in hun straatje passen. Dat vind ik wel een hele goeie. Want wij, alle mensen willen het liefst alleen maar doen wat ze leuk vinden. Ja. En dat kan gewoon niet. Ook niet met review van games. Je moet gewoon ook weten wat er speelt, wat misschien niet in je straatje past. Ook voor... heel vaak denken mensen van... Oh, werken bij Gamersnet is fantastisch. Omdat je dan... Je krijgt alle games die je wil, krijg je toegestuurd. Nee. Ik heb echt minimaal, denk ik, 15 spellen moeten reviewen... die me helemaal niet in mijn straatje liggen. Echt van echt Tiger Woods tot aan Demon's Souls... tot God non de Tue, die Adventure Time game die vreselijk was... Af en toe moet je ook iets doen. Het ligt of wel iets... in straatje. Ja, het ligt wel in mijn straatje, maar het was gewoon zo slecht dat ik het niet in mijn straatje wil hebben. Maar nee, je moet altijd iets weten van de games die je eigenlijk ook niet zo heel graag zou spelen. Ja, dat gezegd hebbende, mm-hmm.
ben ik ook me heel erg goed van bewust dat ik bijvoorbeeld niks weet over League of Legends. Of over nou, heel veel van dat soort e-sports games, omdat me dat echt... Counter-Strike, Dota... Ja, maar is er niet te veel? Kun je niet alles... Kun je alles weten? Ik bedoel, er wordt ons soms wel eens gevraagd om een preview te schrijven van Dirt Rally. Ik ben geen racefanaat, ik weet wel wat ik dan moet doen. Of van Warhammer. Ik weet wel ook over Warhammer moet praten, ondanks dat ik niet elke zaterdagmiddag in de Games Workshop popjes aan het schilderen ben. Ja. Dat ik dat serieus super vet zou vinden om te doen. Echt, nee, maar serieus, dat ik echt vet vinden, maar dat doe ik gewoon niet. Want ik, ja, moet ik gewoon nog ergens over de loer kunnen. Maar ik vind wel dat je moet kunnen inleven en dan moet inlezen en dan kun je er wel over schrijven. Maar, alleen het kan ook niet over alles. Maar kijk, Matthijs zegt natuurlijk dat moet met een soort opleidingsdagen komen. Nou, ik zou allereerst afvragen, wie runt die opleidingsdagen? Dat is Jan Meijroos. Jan Meijroos, inderdaad. Harry Hol, Jan Meijroos, Peter Bouwman. Dat is het trident van de game-industrie. Maar nee, ik vind het... Nee, de opleidingsdagen zijn niet nodig, want wij hebben ook gaandewijs geleerd hoe je het moet hebben over games die je niet liggen. Als wij naar Gamescom gaan, hebben we zoveel games om te checken, die moet je verspreiden onder 6 man. En met E3 des te meer. Net zoveel games moet je verspreiden onder 2 man. Dus er zitten heel veel titels tussen die je niet liggen. Maar uiteindelijk leer je toch een beetje door ermee bezig te zijn hoe je die games moet behandelen die je eigenlijk niet graag speelt of niet veel speelt. Ja, maar dat is gemeen. Want wij geven de mensen niet de kans om te leren. Want nee, wij omdat niemand ook wil doen wat wij doen. Ze willen alleen gratis spellen en gratis stuff. En dat is het probleem. En daar heb je gelijk in, Matthijs. Want heel vaak zien wij op YouTube, natuurlijk vooral op YouTube. Vooral op YouTube. Zien wij kiddo's die natuurlijk heel erg slecht beeld hebben van wat we doen. Maar dat snap ik wel. Maar ook dat gemak waarmee ze denken dat alles maar gaat. Al is het een video editor, weet je wel. Van, oh, dat doe je even tussendoor. En dat ze ook gewoon roepen van, ja, review dit. Maar dan niet eens alsjeblieft. Gewoon review dit. Want ik wil dat. En jullie kunnen dat. Doei. Ja, dus ik wil niet klaar over games nemen. Maar die sommige gasten. Weet je wel, die daar echt die snappen niet hoe het werkt is. Het is niet makkelijk wat we doen, hè? Nee, ja, het is geen plezier. Het is dat leukste werk op aarde. Alleen het is wel veel uren en je moet wel veel opgeven, zeg maar. Ook in gewoon je sociale leven. Ja. Maar goed, dat maakt het niet. Ik vind het wel. Het is een hele interessante stelling, maar ik vind het wel moeilijk. Ik zou wel. Ik studeer journalistiek. Ik zou het wel gaaf vinden als dit een dingetje zou zijn waar je op zijn minst een minor in kan nemen. Ja, game journalistiek. Wat? Ik zou hem sowieso niet halen. Waarschijnlijk niet. Die minor, nee. Nee. Ben ik gek. Nee. Maar serieus. Ik zou hem niet halen qua kwaliteit. Bedoel ik. Nee. Dat bedoelde ik ook. Ik ging er niet van uit dat jij ooit kwaliteiten had. And the vision that was planted in my... Er zou misschien wel iets moeten zijn met op zijn minst een cursus, een seminar. Iets dat je inderdaad leert hoe je een goede gamejournalist bent. Ik wil niet zeggen dat wij perfecte gamejournalisten zijn. Maar het zou inderdaad wel goed zijn. Maar opleidingsdagen klinkt wel een beetje... Weet je, een journalist moet gewoon zijn wie die is. En je moet het gewoon leren door het te doen. Okay, zo werkt het. Ik vind mezelf geen journalist. Maar ik ben wel één ding, dat is ondernemer. Dus, mocht er markt zijn voor een opleidingsdag gamejournalistiek en het levert ons geld op, schuif je hieronder. Ik regel wel alles. Je bent echt de Peter R. de Vries van de gamejournalistiek. Oh ja, ik schuif al aan. Hoeveel schuift het? Ja, als jij 100 euro betaalt voor een paar middagjes, kom ik wel langs, hoor. I am the one, the way your son don't need a gun. Ik zou het echt gewoon doen uit de goedheid van mijn hart. En omdat ik ervoor wil zorgen dat de mensen die ambiëren een gamejournalist te worden, die zou ik graag een handje willen helpen. Ik niet. Dus, tot volgende week. Tot volgende week en betaal mij. Ik ben een ondernemer. Doei. Bedankt voor je stelling. Super leuke stelling, want dit is wel iets wat ons bezig houdt. Want ik vind mezelf echt geen journalist. Dat heb ik ook nooit gedacht. Maar er is ook een beetje zelfreflectie. Deze stelling is zelfreflectie, dus ik vind dat best wel. Ja, leuk. Maar weet je, ik vind journalisten mensen die iets toevoegen aan de wereld. Dat meen ik serieus. Ja, maar wij geven koopadvies aan gamers. Dan ben je een consumentenbond. Dan ben je geen journalist. Dan ben je een consumentenbond. Niks meer. Oké, ja, als je de... Want waarom is de mening die jij geeft wel journalistiek? Jij geeft een mening over een game, oh, journalistiek. En Pietje geeft een mening over een game, is geen journalistiek, is gewoon een bezoeker. Nee, ik... Wat is het verschil? Er is geen verschil, iedereen is journalist. Ja, dus dan debunk je al het hele idee van dat er een opleiding moet komen. Nee, dus je kunt gewoon lekker schrijven en bezig. Als je een goeie wil, kijk, het ding is natuurlijk, iedereen kan een journalist zijn, maar het is de vraag of je een goeie bent. En het gaat niet alleen maar over meningen, het gaat ook over het nieuws brengen en zo. Hè. Maar dat is gewoon feitelijk gewoon nieuws brengen. En een de producer interviewen dan? Is dat niet journalistiek?
Is dat ook allemaal maar gewoon consumentenbond? Ja, vind ik wel. Want die producer die mag alleen maar zeggen wat de PR-guy daarnaast staat, mag zeggen. Jij bent gewoon de spreekpop van de game-uitgever. En dan kun je jezelf één groter vinden. Maar je bent gewoon de verkoper van games. Ik vind het een vraag voor jullie. Zijn wij journalistiek bezig of is het eigenlijk maar gewoon een soort van oppervlakkig gewoon alles zeggen wat uiteindelijk de uitgever wil dat je zegt? Ik ben benieuwd. En jongens, zal in ieder geval nooit iets gezegd worden wat hij niet mag zeggen? Misschien kun je het eruit priegelen. Dat is weer juist het goede van iemand interviewen en lekker doordringen en zo. Hè? Ja, maar, nee, maar serieus, als je dat doet, dan is het leuk om te zeggen nu, als je dat nog nooit of bijna nooit hebt gedaan. Maar als je dat 5 keer doet, mag je nooit meer komen. Ja, dat is dus de truc. Daarom is het geen journalistiek. Jij hebt niet de macht. Jij kan niet zomaar naar iemand toelopen en zeggen van, ik wil jou bevragen. Nee, jij mag ergens heen, bij de gratie van degene die jouw ticket betaalt, ja, om iemand te ondervragen. En als je dat 2 keer verkeerd doet, mag je nooit meer komen. Weg, journalist. En wat als je mensen behoedt voor slechte games? Mooi, consumentenbond. Oké, ik ben benieuwd jongens. Geef het ons door. Is het meer een Peter ding dat je zegt van jullie zijn eigenlijk maar gewoon labzwanzen en jullie doen maar wat? Dat zei ik niet, hè? Oké, dat zo klonk dat het een beetje. Zei ik niet, of is het iets, is het iets journalistieker, zeg maar? Is het meer dat het echt is van jullie doen tenminste iets? Ik ben benieuwd wat jullie ervan vinden en bedrijven we goeie? Journalistiek of consumentenbond? Dat ben ik ook wel voorstander van. Laat ons even weten wat we doen, wat het nou ook is, of we het goed doen. Daar ben ik benieuwd naar. En laat een stelling achter voor volgende week. Dat want sowieso. Dat gaat het om, want anders bestaan we niet. En Mattioza, echt bedankt voor deze stelling. Beetje zelfreflectie is altijd leuk.